Yo, welkom bij Weer Tuning. Leuk dat jullie weer kijken, ook voor de nieuwe mensen. Welkom. In deze video gaan we weer een paar vette dingen doen aan de Zip 180cc build. We kunnen eindelijk de voorvork erin gaan glijden. Maar voordat we die erin kunnen gaan zetten, moeten we nog een paar dingen voorbereiden. We moeten namelijk eerst de voorkap monteren. Want die ontwerpers bij Piaggio dachten gewoon toen ze die Zip gingen ontwerpen. Joh, op het moment dat die voorvork erin zit, moet die voorkap er niet meer af kunnen. Zwaar irritant als je bijvoorbeeld kijkt naar andere scooters. Aprilia SR, Runners, Aerox, noem maar op. Kun je vaak alle kappen gewoon demonteren zonder dat je die voorvork aanraakt. Maar bij een Zip is het nou helaas zo ja, dat je echt de voorvork eruit moet halen om je voorkap te kunnen verwijderen. Echt super stom, maar goed, het is even niet anders. We gaan dus de voorkap monteren, maar voordat we die kunnen monteren moeten we de voorkap nog even bewerken. Want die komt nu nog tegen de radiateur aan. Er zit een soort klein uitsparingje aan de achterkant van die voorkap waar normaal de knipperlichten invallen. Ja, daar moeten we even met een dremeltje een klein stukje uitfrezen. Dan kan de voorkap erop, dan kunnen we de voorvork erin douwen. En dan kunnen we alles lekker gaan vastdraaien en monteren. En dat gaan jullie allemaal zien in deze video. Misschien gaan we nog wel meer doen aan het einde van de video. Ligt er een beetje aan hoeveel tijd we nog overhouden. Maar dit wil je gewoon niet missen. Dus blijf vooral kijken tot het einde. Ben je nog niet geabonneerd? Druk even op die abonneerknop. Het is gratis. Het kost jou niks en je helpt er mij heel erg mee. En laten we gewoon snel gaan beginnen. Let's go! Kijk, ik heb de voorkap er even tegenaan gedrukt. Zoals je kan zien, dit stukje kap waar normaal de lamp in valt, die komt nog tegen de radiateur aan. Dus hoef maar een klein stukje eventjes eruit te dremelen. En dan moet hij als het goed is daar onderaan aansluiten tegen het frame aan. En dan, we hebben Power 1 LED verlichting gehaald. Die zijn lekker dun, die passen er dan gewoon prima in. Want deze uitsparing is puur voor de originele verlichting. Als je daar zo'n grote bulb hebt zitten, om het daar goed aan te kunnen sluiten. Dus dat hebben we niet meer nodig. We moeten wel even voorzichtig eruit slijpen. Ik wil geen beschadiging aan de kap maken. Dus laten we dat snel gaan doen nu. Zo, ik heb even aan beide kanten met een krijtje eventjes afgetekend wat we eraf moeten halen. Het is echt maar een heel klein stukje snijden we in. En dan gaan we even kijken hoe die zit. Misschien moeten we er daarna nog iets meer afhalen. Maar ik haal er liever iets te weinig ervan af dan iets te veel. Kijk eens aan jongens, mooie ruimte, kap zit mooi tegen het frame aan nu, hij raakt de radiateur niet. Deze kant ook mooie ruimte. Ik heb steeds stukje voor stukje even een beetje bijgesneden, totdat die gewoon perfect paste. Ik wil ook niet dat het plastic te dicht bij die radiateur komt. Ik denk niet dat die radiateur bloedheet wordt, maar je wil gewoon liever niet dat plastic tegen warme dingen aanzitten. Dus deze zit nu mooi op zijn plek, nu kunnen we de voorvork erin gaan schuiven. Hier hebben we de voorvork liggen. Hier heb je die balflagen cup die ik al vervangen heb in een paar video's geleden. Maar deze hoef je niet altijd te vervangen. Als bijvoorbeeld bij jou alleen zo'n kogeltje kapot is of er zit zand en troep in. Dan hoef je deze niet altijd te vervangen van je voorvork. Kijk gewoon even goed naar die binnenste ring, deze koperen ring. En of die ingesleten is. Als die ingesleten is, dan kun je er speling op krijgen. Dan is het wel verstandig om te vervangen. Maar het hoeft niet. Het komt heel vaak voor dat alleen deze kapot gaan. Dus dan hoef je alleen deze opnieuw te vervangen. Nieuw vet erin en klaar. Het is altijd goed om deze ook mee te pakken als je er zin in hebt. Dit is dus de bovenste balflager. Die gaat dus op de framebuis. En dan komt deze dan bovenop en dat draait dan lekker soepel. Dit is de onderste ballager cup. Dus die komt zo meteen aan de onderkant. Zo gaat zo het frame in. Maar voordat we deze het frame in kunnen slaan, bij mij is de oude er al uitgehaald toen hij naar de poedercoater ging. Moeten we eerst nog even met een schuurpapiertje of een staalborsteltje op een boormachine even een beetje de poedercoating eruit halen. Want hij is wel afgeplakt geweest.
maar er is toch wat poedercoating doorheen geglipt. Het geldt ook voor de bovenkant. Zoals je hier kan zien, zit op de rand zit nog een dikke plakkaat poedercoating. Dus die gaan we eventjes vrijmaken, zodat het mooi strak allemaal vast in elkaar zit. Zo, we hebben de voorkap erop, die is bewerkt. We hebben ook de balhoofdlage cups in het frame geslagen. Nu kunnen we de voorvork verder afmonteren. We moeten even een spatbord erop zetten. Daarna kunnen we alles even goed invetten en dan kunnen we hem erin glijden. Let's go! Zo, we hebben het spatbord erop. Wat we nu doen, pakken lekker even goede dikke vet, smeren het eventjes heel dik in. Dan doen we de nieuwe kogellagertjes erin, die smeren we ook nog even een keer in. Dan smeren we nog even wat in het frame, hoe vetter hoe beter. Nou, we hebben boven vast wat vet gedaan, we hebben onder wat vet gedaan, we hebben in de krukas hebben we lekker goed ingesmeerd. Dan gaan we de krukas pakken, ga ik hem met twee handen erin doen, hou ik hem met één hand vast en ga ik met de andere hand ga ik de moer met de kogellagertjes hier er vast opdraaien. Nou, als die er een klein beetje op zit, dan kan die er niet meer uitvallen. Het is een beetje lastig als je in je eentje bent. Als je met z'n tweeën bent is het veel handiger, want dan kan één iemand hem erin schuiven en die andere kan hem erop draaien. Maar goed, ik ben nu even alleen, dus we gaan het gewoon doen. Let's go! Nou, nu gaan we de balhoofd aandraaien. Het is belangrijk dat je dat niet te strak doet, maar ook niet te los, want dan krijg je speling. Het is gewoon een kwestie van even voelen, gaat nu al wel. Gaat nog iets te los. Het moet gewoon mooi vrij lopen. Je kunt altijd even goed voelen of je hem op en neer kan doen. Nou, er zit geen speling op. Die gaat er zo op. En dan heb je nog een extra ring om te borgen. Dat hij niet zomaar los kan trillen. Het is ook weer belangrijk dat je deze ook niet weer te strak draait. Want dan gaat hij klemmen. Nou, kijk, nu zit hij te strak. Dus nu zit er te veel weerstand op. Dus dan halen we deze even een stukje los. Halen we die onderste ook even een tikkie. Dan kan deze weer een stukje vast. Zo jongens, voorvork zit erin. Hij draait mooi soepel, zitten geen dode punten in. En alles is goed ingevet en het is een beetje gevoelswerk. Dit moet je met gevoel doen. Je moet zo'n ding niet heel hard strak vastdraaien en dan denken, joh, prima, vast is vast. Nee, je moet echt op gevoel doen. Je moet steeds tikje bij tikje geven. Op een gegeven moment gaat hij wat stroever lopen, dan tik je hem eigenlijk weer een stukje losser. Dan draai je die laatste moer erop, die tik je ook weer vast. En die moet wel echt goed vastzitten, want dat is eigenlijk een soort borgmoer. En dan moet je dus ook weer voelen. Loopt hij dan weer stroef, draai je de onderste moer weer een stukje los. Nou, zo ga je eigenlijk te werk totdat je bovenste moer gewoon goed vast hebt zitten, dat het niet los kan gaan en dat hij gewoon soepel draait en dat er geen speling op zit. Dus voel ook even goed, hou de scooter tegen. Nee, er zit geen speling op, dus dat is perfect en hij draait soepel en dat wil je hebben.
heb ook een nieuw stuurtje gehad, zip stuurtje bij Jos Dijkman. En een nieuwe bout, er zit ook een speciale ring bij. Er zit ook een soort spanrolletje bij, die doe je aan de onderkant van het stuur erin. Dan kun je de bout door de buis van het stuur heen drukken. En dan kun je hem aan dat rolletje vastdraaien. Maar voordat we dat doen, smeer ik eigenlijk altijd een beetje kopervet op het schroefdraad. Dat zorgt ervoor dat het in de toekomst ook weer makkelijk loskomt. En dan kun je dit spanrolletje eraan draaien. En het werkt eigenlijk als volgt. Op het moment dat we straks het stuur in het frame douwen, in de voorvork, dan gaan we die bout aandraaien. En dit spanrolletje die gaat er dan in. En die trekt als het ware het metaal uit elkaar, waardoor die dus strak in je frame gaat zitten. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als een fiets. Fietsen hebben dit ook, mountainbikes hebben dit ook vaak. Er zit op de voorvork nog een extra bevestigingsring die je bij een balhoofdzet erbij krijgt. Je kunt deze ook loskopen. En die zorgt ervoor voor een extra bevestigingspunt. En dan weet je ook dat het stuur recht zit. Dus we kunnen het stuur erin doen. Zo, voordat we de Vespa Sprintvel gaan monteren, wil ik u nog even laten zien wat ik met deze adapter heb gedaan. Deze adapter heb ik namelijk laten aanpassen voor de Vespa Sprintvel, want dit is een Piaggio Zip adapter. En op het moment dat je een Vespa 2-takt velg hierop monteert, staat hij eigenlijk iets te ver naar rechts, een centimeter. Dus ik heb hier een centimeter vanaf laten halen door Jos van josdijkman.nl. Daar heb ik ook even wat beelden van gemaakt. Nou, je kunt dus mooi zien, Jos heeft het echt mooi afgedraaid, mooi strak, mooi recht. Ik heb de velg al even opgehad om zelf even te controleren of die daadwerkelijk nu echt mooi onder het spatbord staat. En dat staat hij. Je hebt hier nog even een andere nieuwe adapter liggen, dan kun je even het verschil zien. Hier zie je dus echt dat het mooi recht is afgedraaid. Ja, en hier zit gewoon meer vlees op. Het is niet gevaarlijk, het kan prima. Jos heeft het allemaal ook goed bekeken van is er genoeg schroefdraad, is er genoeg stevigheid. Je kunt er gewoon prima een centimeter afhalen. Ga er niet meer dan een centimeter afhalen, want dan heb je gewoon te weinig vlees over. Dus een centimeter kun je er prima afhalen en dat is ook perfect om een Vespa Sprint op je Piaggio Zip te monteren. Laten we nu snel de vel gaan monteren. Let's go! Zo, dat was hem maar even voor deze video, jongens. We hebben de voorkap gemonteerd, de voorvork zit erin, de voorvelg zit erop, de remleiding zit erop, het stuurtje zit erop. De voorkant begint eindelijk weer een beetje vorm te krijgen, het begint weer een echte scooter te worden. En ik ben echt benieuwd naar het eindresultaat. Laat even weten in de reacties wat jij van deze build tot nu toe vindt. Hopelijk vond je het ook een leuke video, geef even een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Er komt nog veel vette content aan. Ik ga dit weekend nog naar een leuk tuningsbedrijf, dus dat wil je niet missen. Dus blijf vooral kijken en hopelijk zie ik jullie bij de volgende. Yo!